zijn. De bijles, dames en heren. Dit is de bijles. Wat gaat hij bijgeschoold krijgen? Engels of iets anders? Hadriel is waar we vorige keer op gereageerd hebben. De grote broer van Brugklas, die eigenlijk helemaal niks te maken heeft met Brugklas. Maar ook weer wel en ook weer niet. Want weet je... Het zijn dezelfde makers. Ik heb 3 afleveringen opgestuurd gekregen van de makers van dit programma. Niet gesponsord wederom. En we gaan de 2e aflevering kijken. De 1e aflevering hebben we al gekeken. Die staat in de beschrijving of die kan je terugkijken. En anders... Boeit niet. Je kan deze ook gewoon kijken. Maakt niet uit. Kleine recap. We zitten dus in klas Hadriel. Ze zitten hier in een Engelse les. Dit is Vice. Dit is Thomas. Deze bitch boeit niet voor het verhaal. Dit is Tess. En dit is Roos. Hey Roos. Hallo Roos. En dit is Olivier. Oké. Thomas die moest uiteindelijk... Die moest even nablijven. Want de leraar Engels mocht hem niet of zo. Dat was een beetje oneenigheidje. Vice, Thomas en Olivier denken een grappig geintje uit te halen. Tenminste, Thomas is er niet zo van gediend. Hij vindt het niet zo geinig. Ze gaan zijn telefoon op de grond leggen en dan de leraar Engels roepen om op die manier onder de rokje te kunnen kijken. Ha, heel geinig. Ze hebben natuurlijk door, want die telefoon ligt daar gewoon letterlijk op de grond. Nou, Thomas wordt gesnapt. Bla, moet naar de leraar komen. Komt erop neer. Hij moet als straf brugklassers gaan helpen. Nou, wat leuk. Hij vertelt dat er geflirt is met hem tegen zijn vrienden. En Roos doet eigenlijk heel gek. En die gelooft er geen kut van. En die leraar heeft ineens zijn telefoonnummer. Daar zijn we gebleven. Nou, we zijn weer bij de Engelsles. Dit is trouwens aflevering 30. De vorige die we hebben gezien was 27. Maar volgens de maker zit hier dus een verhaallijn in. En ik denk dat het een verhaallijn is met de Engelsdocent. Ja, die zit te flirten, die vrouw. Die vrouw zit te flirten, hoor. Cool, gewoon altijd zo zijn, dan zou ik het echt een stuk beter trekken. Gewoon op één ding focussen. Ja. En voor de rest gewoon lekker stil zijn. Precies. Ja, sorry, die moes. Mr. Oliver. Yes? If you cannot concentrate on the sounds coming out of my laptop, but only on the sounds coming out of your own asshole, you may leave. Yes, I see. But now the pressure is off my in my butt. I can completely concentrate on this assignment. Ah, nu kan die completely concentreren. Snap je? Ik ben grappiger dan Olivier. Ik ben grappiger. Trouwens, als ik deze kant oploop en je ziet ineens mijn voeten. Niet opletten, oké? Ik heb gewoon koude voeten. Waarom zit je met haar te appen? Wat stom. Wat zit je haar wild? Zo wild zit ze haar niet. Stilte, jongens. Mevrouw Diaz doet dus dingen anders dan andere docenten. Nou, dat wist ik al. Ja, zet hem gewoon op stil. En waarom ligt hij op het bureau? Dat mag überhaupt nooit. Wat weird. Ja. Maar nu stuurt ze me dus appjes. Tijdens de les. Ja, dat is kind of weird. Oké, hij staat op stil. En nu kan ze blijven appen. En die Olivier ziet het de hele tijd. Uw haar ook. Ze is ook wild. Olivier gooit zijn pen tegen zijn haar. Aan. Geen pen meer. En nu zit hij zo van... Van wie mag ik een pen lenen? Wat nooit iemand wil doen. Niemand wil ooit zijn pen uitlenen aan iemand. Boy Thomas heeft gewoon een chickie. En die guy heeft het nog geheim gehouden ook. Een chickie? Een chickie. En hij schaamt zich voor haar. Ah ja, kinda I guess. So you think I'm moi? Oh, dit is... Zij gaat ontslagen worden. Dit is zo ongemakkelijk om naar te kijken. Oh, het intro. Holy shit. Holy shit. Oh, even mijn intro erachteraan natuurlijk, bro. Oh, jullie hebben trouwens massaal gezegd de vorige keer dat deze ene guy... Deze guy zit ook in brugklas. Hij zit ook in brug... I know, but do I give a shit? Waarom moet ik er per se wat over zeggen? Hij zat het volgens mij in die film. Lekker fucking boeien. Mevrouw Diaz die stuurt knipoogjes en zo. Ja. Hoe is het ermee? Goed, goed? Nee. Heb je een nieuwe chickie, pik? Hoezo? Hij heeft sowieso een nieuwe chickie, anders zei hij wel gewoon nee. Stel, wie is het? Nee, niet. Grap, laat even zien, joh. Zijn telefoon wordt alleen maar genakt. Wat? Wie is Thomas een nieuwe chickie? Thomas nieuwe chickie. Chickie. Stop met chickie. Ik heb echt een miljoen keer chickie gehoord de laatste 2 seconden. Ik ben een beetje klaar met al die wijven, man. Ik zou dat niet te snel zeggen, jongen. Wie moet dan al die rotzooi opruimen? Ja, misschien heeft ze wel met de kantine van mevrouw, want die ruimt al shit op. Ik heb veel worstenbroodjes gegeten, maar die van Chris is zo lekker. Ik weet niet hoe ze het doet. Het is goed met je, jongen. Ga maar lekker even slijmen met je moeder, hè? Ja, dat je moeder kunnen zijn, hè? Ik sta die als fucking hard neuken, man. Mama die heeft geappt dat we even boodschappen moeten doen. Oh, wacht, zijn dat ze... Wow, dat is familie? Dat zijn broers, zus?
I just realized. Ja, nou ja, ik ga met hun pizza eten. Nee, dus je moet samen naar de supermarkt toe. Doe gewoon even boodschappen voor je moeder, man. Kom op. Die moeder van jou, die heeft je uitgepoept en al dat gezeik en jou... Het lijkt me sowieso heel ingewikkeld om met je broertje of zusje op de middelbare school, dezelfde in de middelbare school te zitten en dan ook nog in dezelfde klas. Laat me weten in de comments of je dit hebt of hebt gehad. Eindstand, zij gaan pizza eten. Hij gaat geen boodschappen doen voor zijn moeder. Zijn zusje gaat alleen. En hij moet over een half uur naar die. Dias, de Engels docent. Tenminste, hij heeft hij mij afgesproken. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Miss Chicken. Ah, jongen. Heb je een vrouwtje of niet? Laat zien. Gaat hij nou echt zeggen tegen hem wie... Dias zit mij de hele tijd te appen. Dias? Als in onze lerares, Dias? Oh, waarom zegt hij het nou? Hij zit nu met Vias te praten over Dias. Had het niet moeten zeggen. Bro, thanks voor de pizza. Ja. En je houdt je bek, hè? Nee, ik zeg niks, maar je kan me vertrouwen. Je weet je toch? Hij gaat het sowieso zeggen. Dit is echt zo'n... Ik ga het zeggen tegen iedereen scenario. Dit wordt heel weird. Dit wordt kind of weird. Oké, de bijles, dames en heren. Dit is de bijles. Wat gaat hij bijgeschoold krijgen? Engels of iets anders? Nou, zitten, Thomas. What I have has a girlfriend. Oh. Waarom heb je geen girlfriend dan? Thomas is toch veel te leuk om single te zijn? Oh, ze gaan nu echt heel dieper op in. Waarom is dit zo ongemakkelijk om te kijken? Ik krijg brugglas vibes. Oh, dit is zo naar om te kijken. Oké, wat doe je dan om te ontstressen? Oh, nee. We zijn te vroeg. Oh, hij heeft het gezegd. Wat een kneus. I told you. Fai zegt dat dan dus. En ik zie dat dan meteen helemaal voor me, snap je? Ah, ze hebben een junko gerookt en ze waren helemaal wekko en down. Oké. Oh ja, ik zal Fijs nog een keer vragen om zijn bek te houden tegen Olly. Fabi, je had het al kunnen verwachten. Wat zeg je tegen hem, joh? Niks, mevrouw, niks. Nee. Die gasten hebben gebloot. Die, weet ik veel, die vervelen zich vast. Gaat ze het geloven of niet? Ze gaat dit sowieso niet geloven. Of misschien gaat het nu juist gebeuren. Misschien moeten we dat toch gaan waarmaken. Collega's, toch? Wat? Weet je, artsen en advocaten en zo, die hebben beroepsgeheim. En ik zou het fijn vinden als wij ook zoiets hebben. Ze wil gewoon beroepsgeheim gaan afspreken. Oké, dus wat wij zeggen via WhatsApp en via de gesprekken. Ik wil niet dat andere mensen dat gaan weten. Dat blijft tussen ons. Oké, ik wil dat graag duidelijk hebben. Anders word ik van school afgeknikkerd, oké? Ja, mevrouw, is goed. Wil je dan niet ophouden met dat mevrouw? Ja, mevrouw, wat wil je dan dat zegt? Het is toch gewoon mevrouw? Wil je er maar mee stoppen dan? Thomas die kwam dus net pas thuis. En die gast is echt zo vaag. Echt, volgens mij is hij ook stoned. Komt geen normaal woord uit. Wat heeft zijn ongelooflijk leuke kamer trouwens. Oké, het gaat dus echt wel even een kant op. Ik heb nog één aflevering hiervan liggen. Die gaan we de volgende keer kijken. En daarin gaan we waarschijnlijk erachter komen of er iets gaat gebeuren tussen de twee. Of dat er niks gebeurt en ze wordt gewoon anticlimatisch van school afgeknikkerd. Dames en heren, dat was hem. Kijk deze twee filmpjes naast me en als je het leuk vond, laat even een duimpje achter. En abonneer. Heel veel van jullie zijn nog niet geabonneerd die kijken. Dat is gewoon gratis, hè. Kan gewoon komen kijken. Ik heb meer van dit soort dingen. Er zijn hartstikke veel van dit soort filmpjes die ik maak, die je allemaal kunt kijken. Dankjewel. Ik zie je de volgende keer weer. Ik zal eventjes gewoon uit beeld lopen, oké?